De eerste dammen in het kader van het Building with Nature project Te Weg naar Zee zijn onlangs opgeleverd. Het gaat om de zogeheten kwelders, gemaakt van walaba en bamboe. Deze moeten de modder van de Guyana-stroom voor onze kust vasthouden, waardoor de verwijderde mangrovenbossen, die als natuurlijke kustbescherming golden, weer gaan groeien. De financierders van het project, de Nederlandse ambassade, Staatsolie Foundation en Conservation Foundation, hebben zich vandaag georiënteerd Te Weg naar Zee. Het project is bedacht en uitgevoerd door de Anton de Kom Universiteit en staat onder leiding van hydroloog en professor Siwnat Naipaul. Conservation International Suriname is tevreden met het verloop van het project. Volgens projectcoördinator Els van Lavieren zal het project verder worden ondersteund. Dus toen hebben we de eerste pilot gebouwd in 2014. Dat was de eerste bak die je hier ziet liggen. En dat was met succes. En toen hebben we besloten om dat uit te gaan bouwen. Het is eigenlijk echt een onderzoeksgebied waarin we kijken wat het beste werkt. Hoe we het beste sediment modder kunnen opvangen. En we hebben nu heel recent fase 2 afgerond. Waarbij we nog 7 erbij hebben gebouwd. Met de financiering van Staatsolie Foundation en de Nederlandse ambassade. Om te kijken, om het project verder uit te bouwen en meer onderzoek te doen naar wat het beste werkt. En we zijn heel tevreden nu al over de uitkomst. Er is heel veel modder bij. En eens kijken hoe het gaat lopen in de komende maanden, wanneer het wat onstuimiger gaat worden en meer. Nou, sowieso zie je dat de modder vastgehouden wordt, hè, op heel veel plekken. We hebben ook al mangroven terug zien komen in die pilot, dus die we in 2014 hebben gebouwd, die eerste kwelder. Daar zie je al mangroven uit zichzelf terugkomen. Dus we creëren de condities weer, zodat dat de mangroven weer kunnen groeien. En dat zie je dat het werkt. Maar daarnaast hebben we ook een enorme toename aan kustvogels gezien sinds dit fase 2 is afgerond, hè. Ja, het moet zich allemaal nog gaan bewijzen nu, maar het ziet er wel heel positief uit. En we zijn het nu aan het meten en we gaan kijken hoe het loopt. De financierders van het Building with Nature project, Staatsolie Foundation en de Nederlandse ambassade, zijn zeer ingenomen met de resultaten. Ondervoorzitter Jayanti Hindori van het Staatsoliefonds zegt dat het project helemaal past in de doelstellingen van het fonds, namelijk een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van ons land. Het klinkt heel simpel, maar toch gaat het erom dat door die modder te oogsten, we proberen om in ieder geval een deel te behouden, zodat we dat als alternatieve vorm, duurzame vorm, kunnen gebruiken voor de bescherming van de kustlijn. We hebben nu, zoals ik begrepen heb, ruwweg 1 kilometer hebben we kunnen voorzien van de kwelders. En de bedoeling is dat we verder gaan. Maar het is belangrijk dat we door te doen ook te leren. Kustbescherming is een belangrijk onderwerp wereldwijd. In Nederland is dat ook een prioriteit, maar in heel de wereld, dus ook hier. Daarom ondersteunen wij het project. Het is een natuurlijke manier van kustwinning, kustbescherming. Door die sedimenten, door die kwelders, blijft de grond behouden. En hebben de mensen die daarachter wonen minder last van overstromingen als er hoogwater komt. En daarom is het belangrijk in het kader van internationaal klimaatbeleid. Plaatsvervangend chef de post van de Nederlandse ambassade was dat Masha Baak. En daarvoor hoorde u Jayanti Hindori, zij is ondervoorzitter van de Staatsolie Foundation. Ze spraken vanmorgen in verband met de oplevering van het Building with Nature project Te Weg naar Zee.